het wordt toch heel mooi zo. Mooi pad, een mooie helling. En een trap toch? We zijn aan het bouwen hier om een mogelijk te maken dat mensen hier van het terrein af kunnen. Dat doen we door een hellingbaan te maken die helemaal hier op hoogte komt. We tegelen links en rechts. Aan de rechterkant komen er ook meteen banken, zodat er op het theaterplein banken zijn. Aan deze kant verspringen we een beetje, zodat de ruimte om de keet van Jan Mostert, ons houtkunstenaar, vrij is. En dan kan hij beeldhoutkunst hier neerzetten. Nou, de baan die moet dus op hoogte komen. Volgende week gaan we er weer mee verder, maar we zijn al een heel stuk opgeschoten. Ik ga hem even zo. Hier hebben we de keet van Jan. Rood. Dus aan deze kant waar Melle nu aan het vegen is, daar komt de muur. Ja. En op het hoogste punt is die 1 meter hoog. En hij begint op 30 centimeter. Dus dat loopt steeds op. Ja. En daar kunnen we beginnen met metselen. En de andere kant van de hellingbaan, dus waar ze beton gestort hebben, komt dan de bank. Mm-hmm. En de bank die heeft twee verschillende hoogtes. Ja. Ja, ik weet niet of die goed is. We moeten achterop nog water hebben. Om het steeds een beetje nat te maken. Ja, dat ook. Dus die kan ook wat water in de treinwagen doen. Die is al te vol. Gonna get dark before noon. I'm gonna shine all the day. Every soul gone me and pray. Steeds dik. Ik denk dat je dat daar dingen op kan.